Beste Wassenaarders, Koningsdag wordt wat anders dan andere jaren. Maar daarom hoeft het niet minder leuk te zijn. Want ik denk juist dat Koningsdag dit jaar belangrijker is dan ooit. Het is namelijk de dag die ons verbindt met elkaar. En dat doen we op de verjaardag van de koning. En ik vind dat toch altijd nog een hele mooie dag. En laten we dat ook met elkaar op afstand goed gaan vieren. Doe dat in huiselijke kring. Blijf natuurlijk zoveel mogelijk thuis, maar daarbinnen kan je natuurlijk wel het contact met elkaar gaan zoeken. Als de kerkklokken gaan luiden, zorg dan ook voor dat u de vlag uitsteekt. Laten we heel Wassenaar rood-wit-blauw laten kleuren op deze Koningsdag. Zoek elkaar digitaal op. Pak anders de telefoon nog eens even naar iemand waar u denkt van, daar is het vandaag goed om een gesprek mee te hebben. En vooral, zorg er ook voor dat u wat lekkers te drinken in huis hebt. Want om 4 uur gaan we met elkaar een proost uitbrengen. Een toast uitbrengen op het leven en het welzijn van iedereen in Wassenaar. En dat is een hele mooie invulling, vind ik, in deze bijzondere tijd. Dat we Koningsdag, wat vanaf heden voor dit jaar Woningsdag heet, dat we wel stilstaan bij het welzijn van ons allemaal. En als we ons dan allemaal aan de regels houden, dan gaat het goed met onze gezondheid en met onze welzijn. En dan gaan wij nog over vele, vele jaren een prachtige Koningsdag tegemoet. Ik wens u een fantastische Woningsdag.